Dit is Hossein Zamani, meer skills dan Touzani. Hoofdrolspeler in een actiefilm. Actie na actie, verdediger chillen. Dus doe rustig als lijpen, verdedigers vermijden. Rond het vervolgens af met gemak, want deze man heeft echt een zieke trap. Wat een timing. Zamani, Zamani! En een prachtig doelpunt. Voorzet op Hossein Zamani. Oh, wat een schitterend doelpunt. 1-2, interview. Ga je beloven om elke vraag eerlijk te beantwoorden? Ja. Wat vind jij belangrijk om te hebben als aanvaller? Je moet hoog rendement hebben natuurlijk. Behendig zijn, technisch. Goed in 1-1. Goede trap, tweebenig. Dat is heel belangrijk voor aanvaller. Wat vind jij belangrijker? Een assist of een goal? Ik denk goal. Weet je veel over voetbal? Ja. Ben je competitief ingesteld? Wil je altijd het beste uit jezelf halen? Zeker. Oké. Jij moet zometeen binnen de 30 seconden zoveel mogelijk clubs benoemen die spelen in de Premier League. 30 seconden. Hoeveel? 12. 12? Ja. Oké. Drie. 2, 1, go! Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, United, Leicester, Swansea, West Ham, Wolves? Wolves? Nee, Tottenham, Leicester. Die heb je al gehad. Nee, die heb ik nog gehad. Jawel, die heb je gehad. Stop de tijd. 9 stuks. 9. Ik zie dat je teleurgesteld bent. Ja. Laat even je meest teleurgestelde gezicht zien. Is dit jouw teleurgestelde gezicht? 3-4. Let's ask some more. Eerlijk zeggen, word je op het pleintje wel eens als laatste gekozen? Nooit. Altijd als eerst. Want jij speelt met de kleintjes mee? Nee. Nee, nooit. Wie vind jij de beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller van de wereld? Beste keeper vind ik Buffon. Verdediger, compagnie vind ik wel goed. Ik wel compagnie, ja. Middenvelder wel Dybala. Ja? Aanvaller, ja, Messi. Il y a quelque chose que je ne comprends. Waar denk je dat je speelt als je 30 bent? Als ik 30 ben. Of waar hoop je op? Misschien dat we dan terugkijken als je 30 bent en dat het dan klopt. Ik denk Liverpool. Ja? Waarom Liverpool? Club zelf. Ook zeg maar. Alles. Ik vind alles mooi. De voetbalnamen serie. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk namen achter elkaar te benoemen. Het moeten achternamen zijn, maar er is een regel bij. Stel je zegt Pogba. Pogba eindigt met de letter A. Dan moet de volgende voetballer beginnen met de letter A. Alleen maar achternamen. Dat is goed. Yes, hoeveel denk je binnen 30 seconden? Ik ga er toch voor 10, denk ik. 10? 10? Ja. Hey, dat wordt dan geen wereldrecord, maar gewoon alle planeten bij elkaar record. Yes, goed. Go. Pogba, Aubameyang, Nani. Nee, Aubameyang is met een G. Oh, sorry. Nee. Giggs, Sané, Ibrahimovic. Nee, Sané is met de E op het einde. Ibrahimovic, ja. Met de E. Elia. Sterk. Stop. 5 stuks. Toen jij zei 10, dacht ik van deze man is para. 5 is echt knap. Niet zo knap als ik, maar je weet het. Het is wel knap. Slecht grap. 5-6. Let's show some tricks.
Ja, strak. Op de latten. Oh. Hoe gaat het op school? Ik zie een glimlach. Ik weet niet wat die glimlach betekent. Dat betekent of van ja, natuurlijk gaat het goed. Of van nou, het kan wel beter. Ik heb al goede cijfers, dus ja, gaat wel redelijk. Is het moeilijk om te combineren? Want je moet 5 keer trainen, je speelt, je bent continu met voetbal bezig. Mm-hmm. Is het moeilijk om te combineren? Nou, Ajax heeft het goed geregeld. Hoe kijken dan die leerlingen naar jou? Snappen ze dat je hier ook gewoon hard bezig bent met je droom waar te maken, maar ook om hier ook lessen te volgen? Ja, ik denk het wel. Ik ga je 5 voetbalvragen stellen. Je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. De eerste vraag is, denk je dat je ze allemaal goed gaat hebben? Ja. Okay, dus dat weet je nog niet, hè? Zometeen weten we pas of deze vraag goed is. Huntelaar speelde bij Schalke, Real Madrid en AC Milan. Ja. Schrijf je Jahan Baks met 11 letters? Nee. Johan Cruijff speelde ook voor Feyenoord. Oh, jawel. Oké, dus ja? Ja. Soufiane Touzani heeft een kleine neus. Nee. Dat waren de 5. Ja, Soufiane Touzani heeft een kleine neus. Nou, dat is duidelijk. Dat is inderdaad nee. Johan Cruijff speelde ook voor Feyenoord. Dat klopt. Ja. Die speelde voor Feyenoord. Goed dat je daar op het einde toch op terugkwam. Huntelaar speelde bij Schalke, Real Madrid en AC Milan. Dat klopt ook. Ja. Schrijf je Jahan Baks met 11 letters? Je hebt heel snel geantwoord. Jij zegt nee. Het antwoord was ja. Oh. Dat betekent dat dus ook je eerste vraag, denk je dat je ze allemaal goed gaat hebben, ook fout is. Ja. Dus dat betekent dat je 3 van de 5 goed hebt. Vind ik matig. Thank you ever so kindly. I'm here with my machine. Seven. Eight. Let's celebrate. Heb je een bepaalde celebration? Ik heb geen celebration. Hé, hey, kom op. Eerlijk zeggen, hoeveel huwelijksaanzoeken heb je al gehad? Met een mooi boy. Nog niet. Hey boy, I'm not a girl like you can meet every day. I'm not up this girl with you can play. No, 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 cause I got... In de voetballerij moet je snel kunnen omschakelen. Van achter naar voren, van voren naar achter en ga zo maar door. Als je omgekeerd Zidane uitspreekt, wat krijg je dan? Van achter naar voren. Als je trouwens al weet, laat het weten in de comments of wees gewoon Zidane. Blij. Zidane, is een... Ik weet niet. Is dat gewoon ezel, bro? Ezel, ik weet niet. Je noemt Zidane gewoon een ezel, bro? Ik weet niet, man. Enadis. Wat krijg je als je Lukaku omgekeerd uitspreekt? Ukalu. Ukakul. Het is Ukakul. Ja, sorry. Wat krijg je als je omgekeerd Zamani uitspreekt? Inamar. Yes! Nine, ten, this is the end.